De prijs van een ei ligt nu tussen 1 SRD en 25 cent en 1 SRD en 50 cent. Dit blijkt uit rapportage van de ministers Rabin Permisser van LVV en Steffen Sang van Handel, Industrie en Toerisme. De bewindslieden geven aan dat de prijs mogelijk verder zal dalen, omdat er rond september een overschot van eieren wordt verwacht. De overheid had de pluimveesector een ultimatum van 2 weken gegeven om de prijs per ei te stabiliseren. Rond september zal de overheid de sector wederom uitnodigen voor een evaluatie. De samenleving wordt opgeroepen om waakzaam te zijn en niet meer te betalen dan de vastgestelde consumentenprijs. Indien er aan prijsopdrijving wordt gedaan, kan contact worden opgenomen met de Economische Controledienst. De overheid doet verder een beroep op de winkeliers om niet meer dan 1 SRD 12 cent per ei te betalen voor de opkoop. Als blijkt dat de handelaren een hogere opkoopprijs hanteren, kunnen de winkeliers zich ook wenden tot de ECD, dat is de Economische Controledienst. De overheid doet er alles aan om de samenleving te beschermen tegen prijsopdrijving.